In dit filmpje leg ik uit hoe je ordercontacten kan organiseren met de nieuwe versie van Doodle. Je surft naar de website doodle.com en dan kom je op deze pagina uit. Bij wat is de gelegenheid? Typ je in ordercontact, je klas, de maand en het jaar. Ik klik op Doodle poll maken. Ik kan een locatie toevoegen of een notitie toevoegen, maar dat ga ik niet doen. Ik klik op ga door. Vervolgens moet ik de dagen kiezen waarop ik mijn oudercontacten wil inrichten. Kies bijvoorbeeld voor 20 en 21 december. Ja. Dan moet ik gaan instellen op welke uren ik ouders wil ontvangen. Ik klik op tijden toevoegen. Woensdag wil ik beginnen om 1 uur, dus ik type 13.00 tot, en nu gaat Doodle automatisch een suggestie geven om de 15 minuten, maar ik wil om de 10 minuten, dus moet ik manueel 13:10 ingeven. Ik ga nog een uur ingeven, 13:10. En Doodle geeft automatisch aan dat dit dan tot 13:20 zal moeten duren. Voilà, ik doe het volgende. Ik geef in 13:20 tot 13:30. 13:30 tot 13:40 enzovoort. Nu heb ik dus mijn uren ingesteld voor woensdag. Ik kan deze ook instellen voor donderdag, maar dan ga ik 's middags geen oudercontact doen. Dus ik ga hier aanduiden, heeft hij verschillende tijden voor de dagen nodig. Nu kan ik dus hier gaan op donderdag de uren in de middag uitvinken. En nu kan ik de uren vanaf 15:45 gaan ingeven. Hij maakt er automatisch 15:45 tot 15:55 van. En zo geef ik mijn volgende uren waarop ik ouders wil ontvangen in. Daarna scroll ik naar beneden tot ik het knopje instellingen zie. Hier duid ik aan, beperk het aantal stemmen per optie. Dat wil zeggen dat een ouder maar één tijdslot kan kiezen. Geef deelnemer één stem en een verborgen poll, zodat ouders niet van elkaar zien wanneer zij een oudercontact hebben. Ik klik op bevestig. Voilà. Ik klik op ga door. Ik geef mijn naam in en mijn e-mailadres. Ik klik op afronden. Wanneer ik nu in mijn mailbox ga kijken, dan zal ik zien dat ik een e-mail van Doodle heb ontvangen met daarin deze link. Dat is de link die ik op Gimme moet zetten of aan ouders moet geven. Hier kunnen zij de Doodle invullen. Zij doen dit als volgt. Dus elke ouder kan maar één tijdslot kiezen. Ik kies er bijvoorbeeld één en doe klaar.